Ik ben stuipenbang voor honden en ik sla helemaal op tilt van deze hond, de Pitbull Terrier. Elke keer als ik er iets over lees in de krant, vind ik het enger worden. Een paar voorbeelden. Pitbull Terrier in handboeien. De politie in Geldrop heeft gisteren een agressieve Pitbull Terrier in de handboeien geslagen. De hond is later door een dierenarts afgemaakt. De loslopende pitbull viel zonder enige aanleiding een aangeleinde herdershond aan. Pitbull Terrier laat kleuter niet meer los. Schiedam. Een 3-jarig jongetje is dit weekend ernstig gewond geraakt toen hij in een speeltuin werd aangevallen door een Pitbull Terrier. Is de pitbull echt zo'n gevaarlijk beest? En wat moet er gebeuren om nog meer ongelukken met deze hond te voorkomen? Daarover praten we met Gerard Korvelijn. Ja, mijn zoontje die is afgelopen weekend van de draaimolen afgerukt in de speeltuin door een Pitbull Terrier. Hoe oud is jouw zoontje? 3,5. Ja. En we praten daarover met Dick van Oers. Ik ben directeur van de Inspectiedienst Dierenbescherming. Dat is een soort politiedienst die ervoor zorgt dat iedereen goed met zijn dieren omgaat. Ja. Voordat we met elkaar gaan praten, kijken we eerst even naar wat voor honden het eigenlijk zijn, Pitbull Terriers. De Pitbull Terrier komt uit de Verenigde Staten. Daar is het dier in de vorige eeuw gefokt door verschillende vechthondenrassen met elkaar te kruisen. Er kwam een hond uit voort die heel agressief kan zijn en daardoor uitermate geschikt voor hondengevechten. In de pit, de wedstrijdarena, laten ze twee van die honden op elkaar los. De oersterke beesten vechten net zo lang met elkaar tot er eentje de strijd opgeeft. En dat kan soms uren duren. Pas in 1976 werd deze zogenaamde sport in de Verenigde Staten verboden. In 1980 kwamen de eerste Pitbull Terriers in ons land. In 1981 waren er ongeveer 100 exemplaren van. In 1985 al bijna 1000. De eerste berichten over ongelukken verschenen. Pitbull Terriers vielen andere dieren en zelfs mensen aan. Gevolg? Steeds meer mensen zijn bang voor deze hond. Maar er zijn er helaas ook die zo'n vechthond juist leuk vinden. Lekker agressief. Het aantal Pitbull Terriers in ons land nam dan ook razendsnel toe. Er zijn er nu tussen de 8 en 10.000. En je kan je voorstellen dat er dus ook steeds meer ongelukken met die beesten gebeuren. Tot nu toe zijn er bij in ons land nog geen mensen gedood. Maar in de Verenigde Staten wel. Daar zijn zeker 20 mensen door Pitbull Terriers doodgebeten. Meneer Korvelijn, u was erbij hè, toen uw zoontje door een pitbull gebeten werd. Ja. Wat gebeurde er? Nou, ik zat met mijn zoontje op de draaimolen en aan diezelfde draaimolen was een pitbull vastgebonden met een ijzeren ketting. In een speeltuin? In de speeltuin, ja. Waarom was die pitbull vastgebonden aan die draaimolen? Ik denk dat de eigenaar hem wou trainen. Ja. Hem een beetje vals maken? Ja, ja. En toen? En toen op een gegeven moment brak die ketting door waar hij aan vastgebonden was. En mijn zoontje zat met zijn armpje buiten de draaimolen, zeg maar. En hij greep in één keer zijn armpje en hij wou hem van die draaimolen afrukken. Maar mijn reactie was gelukkig zo dat ik hem snel optilde en een stukje een meter of 4-5 met hem meeliep. Zodat zijn armpje niet afgestroopt was of te afgescheurd, zeg maar. En wat heeft hij nou? Hij heeft nu een lichtgebroken arm en 3 diepe vleeswonden en verschillende kneuzingen. En waarschijnlijk als hij het woord pitbull hoort... Als je alleen maar een grote hond ziet, gaat hij al huilen en wordt hij helemaal panisch. Ja. Hij wordt s'nachts wakker in het zweet en ja. Begrijp ik. Als Pitbull Terriers zo gevaarlijk kunnen zijn, waarom nemen mensen dan zo'n hond? Eerder deze week ben ik op bezoek gegaan bij Jan van Ginneken, voorzitter van de Nederlandse Pitbull Vereniging in oprichting. Een wel zeer bijzonder hondenliefhebber. Kom Deze hele wand is eigenlijk de historie van alle honden die we tot nu toe gehad hebben. Van eigenlijk thuis tot nu toe. Je bedoelt van die ouderlijk huis toen van ik kind was? Van het ouderlijk huis toen ik nog kind was, ja. En nu heb je dus? 2 pitbulls en 2 bulldoggen. Ja. Wat is er nou zo leuk aan die pitbulls? Ja, er zijn een heleboel leuke dingen aan. Het allerleukste is dat ze een vreselijk lief karakter hebben. En aan de andere kant kunnen ze wel erg boos zijn. Ze hebben de wil om te winnen. En dat is een eigenschap die ik in mezelf ook wel graag zou willen zien. U heeft toch begrepen, ik durf helemaal niet naar buiten met die beesten. Daarom zit ik hier maar binnen. Wat heeft u hier om uw nek eigenlijk? Dat is een kaak van een pup die ik heb laten inslapen.
U heeft hier de onderkaak van een pitbull om? Ja, ja. Waarom? Nou, ik vind het mooi en het doet me terugdenken aan het dier. Een monument van een pitbull, toch? Hij stierf voor niets om niets. Menselijk onbegrip heeft hem vernietigd. Wat betekent dat nou? Dat is een hond die afgelopen week in Den Haag een kat heeft doodgebeten. En de politie vond dat hij ter plaatse afgeschoten moest worden. En toen heb ik hem opgehaald. Omdat ik vind dat hij iets beters verdiende dan dat. U heeft die pitbulls natuurlijk niet alleen omdat u ze lief vindt. Nee, niet alleen daarvoor. We hebben een eigen bedrijf en ik heb ze ook om te waken. Ik heb hier s'nachts in mijn bedrijf een pitbullterrier liggen om de boel te bewaken. We hebben een bedrijf wat auto's mooier maakt en er zijn hier heel veel waardevolle dingen. Dus hij houdt de boel hier goed in de gaten? Dat doet hij, ja. Wat gebeurt er nou als er een dief binnenkomt? Dan wordt hij waarschijnlijk opgegeten. Opgegeten? Ja, dat is maar beter ook, want als er nog iets van overblijft dan... Van de dief, ja, dan ben ik verantwoordelijk. En de wet in Nederland zit wat vreemd in elkaar natuurlijk. De inbreker is beter beschermd dan degene waarbij ingebroken wordt. Dus helemaal dood? Nou, ja, mogelijk. Wat gebeurt er nou als ik hier binnenkom? Samen met mij bijvoorbeeld, dan zal hij heel erg vriendelijk zijn en heel erg aardig, omdat hij weet dat het goed is. En als ik alleen hier binnenkom? Dat is niet slim. Nou, meneer Van Oers, u als dierenbeschermer, zeg het maar. Nou, ik vind het een schandaal dat mensen zo met honden omgaan, dat die honden verscheurend worden en mensen en dieren zo aanvallen. Wij vinden als dierenbescherming dat dat absoluut niet kan. Dat moet afgelopen zijn. Mm-hmm. Deze week verscheen er een berichtje in de krant dat een aantal gemeenten in België het houden van pitbullterriers verboden heeft. Moordhonden vinden ze die beesten daar. In Nederland zijn ook een aantal gemeenten die maatregelen willen tegen pitbullterriers. In Gouda bijvoorbeeld. Wij zijn de eerste gemeente in Nederland die willen dat pitbullterriers aangelijnd en gemuilkorfd op straat lopen. Zijn er in Gouda dan zoveel pitbullterriers? In Gouda zijn niet zoveel pitbullterriers, maar die er zijn, daar zijn de mensen bang voor. De honden zijn onbetrouwbaar en de mensen willen graag veilig op straat lopen. Niet om zich heen hoeven te kijken of er een pitbullterrier voor of achter hun loopt. Meneer Van Oers, als dierenbeschermer, muilkorven, mee eens? Nou, het is niet genoeg. Muilkorven is een beetje een oplossing. De beste oplossing is volgens ons dat mensen niet meer fokken met die dieren. Er mogen geen pitbullterriers meer bijkomen en het aantal moet gewoon minder worden. Dan sterven ze langzaam uit. Hè? Ja, precies. Maar bovendien is een muilkorf ook nog een beetje gevaarlijk, want zo'n hond wordt nog gekker van een muilkorf. En oh wee, als die een keer per ongeluk zonder muilkorf op straat komt, dan is die nog veel gevaarlijker. Is dat het enige wat u wilt als dierenbescherming? Nou, wij willen dus dat er niet meer gefokt mag worden met die dieren, dat daar een goede wet voor komt. En we zijn al bij de minister geweest, daar zijn kamervragen over gesteld. En wij wachten nu op antwoord. Als dat niet snel komt, dan gaan we als dierenbescherming nog een keer naar de minister. Want wij eisen gewoon dat hier goede maatregelen komen. En dat moet meer zijn dan alleen een muilkorf. Wat ik heb meegemaakt, ik heb zo'n angstervaring ermee gehad. Voor mij is muilkorf helemaal niet afdoende. Ik eis gewoon, tenminste, ik ken dat niet eisen, maar ik verlang wel dat ze of verboden of afgemaakt worden. Allemaal. Ja, dat afmaken, dat zou misschien een oplossing van het probleem zijn. Maar dat kan natuurlijk ook niet. Dan worden de honden het slachtoffer. Ja. Wat je dus moet vaststellen is dat als je alles zo ziet en hoort, dat de honden eigenlijk ook het slachtoffer zijn. U zei het al, namelijk van de bazen. Want die maken misbruik van het karakter van de pitbull. Eigenlijk moeten dus niet alleen de honden, maar ook de bazen worden aangepakt. Bezighoud.